Edwin, normaal gaan mensen in de zomer op vakantie. Is dat voor een artiest hetzelfde? Ja, ja zeker. Dat ga ik ook doen. En ik moet eerlijk zeggen, de afgelopen jaren is het er niet echt van gekomen. Maar dit jaar ga ik wel op vakantie, absoluut. Net dat jaar dat al die nummers weer uit moeten komen, ga je op vakantie? Ja, maar ja, dan zou je nooit meer op vakantie kunnen. Nee, we gaan een week naar Spanje. Dat hebben we nu al vastgelegd. We zijn van alles aan het doen. Heel veel nieuw talent. We zijn een album aan het doen met Antje Montero. En we zijn ook met Songfestival plannen bezig met haar. Wolter Kroes ben ik mee bezig. We zijn met Monique Smit bezig. We zijn met Vangrail bezig. We zijn met heel veel dingetjes bezig. En uiteindelijk moet mijn eigen plaat ook een keer af. Ik sprak net hier Jeroen van der Boom en ik wil hem eigenlijk vragen of hij hem uit wil reiken. Vind ik wel leuk. Maar we moeten even zien. Maar dit jaar, we gaan een groot feest geven in de studio. Want we bestaan dit jaar 15 jaar. Dus ja, er zijn genoeg dingen in het verschiet. Wat kan er de komende 15 jaar nog bij komen? Oh, ja, dat is een goede vraag. Ja, we zien het wel. Het gaat allemaal gewoon door. En we zijn met leuke projecten bezig. En het is allemaal spannend. Elke dag is het weer spannend. Dus nee, ik laat me elke dag weer verrassen wat er op mijn pad komt. Antje Montero en dat Songfestival. Zijn er echt nog mensen die het aandurven? Ja, 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 ja. Nou ja, we gaan er wel over nadenken hoe we dat gaan doen. We hebben natuurlijk geleerd van de afgelopen jaren. En ik geloof erin dat wij als Nederlandse inzending nog steeds... We hebben talent genoeg. We hebben de know-how in huis. We hebben ook de kwaliteit in huis. En ik geloof erin met een zangeres als Antje Montero dat we absoluut daar kunnen scoren. Ze kan goed zingen. Ze heeft een goede performance. Het is een musicalster. En ik denk als we het aankleden met heel veel dans en spektakel... dat we best echt wel iets kunnen doen.